Zo Jan, daar zitten we dan, hè? Zonder Johan. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar ja, het is niet van de tijd, hè? Nee, ja, maar goed, de vorige keer was het ook te laat, hè? Ja, ja, nou zei het, hè? Dus die kant, ja, dat snap ik dan wel. Hé, hey, maar nou, Hilbert Jans, die hele coronatoestanden, al die kroegen, maar ook andere mooie dingen die anders maar de tafeltjes, stoeltjes niet buiten kunnen zetten. Ja. Hoe is dat nou voor jou? Ik bedoel, dit is een museum, dat is hartstikke mooi. Al half jaar dicht, maar ja, ik ben aan de spaarpot begonnen. Kijk, een zwarte spaarpot. Er zit alleen niet veel meer in. Er zit echt wel heel weinig in. Dit is naar een beetje zoals zijn. Nog een dag. Toch nog? Is het niet zo weinig? Oh, verdorie. Nou ja, we wachten even op onze Johan. Ik denk dat dat stond is, want... Oh, moet ze nu zo komen, mijn zus? Ja, moet een taak gaan, hè? Ja. Maar kijk, we naartoe weer. Entschuldigung, we moesten de A-adres en papieren in Nassau stad breed aan, hè? We waren wat problemen, dat is mijn testament. Dan wil ik nog even... Testament? Ik wil even mijn dingen doornemen, hè? Mijn testament. Er is heel veel commotie over, voor mij. Hoe heeft hij die steen aan de kant gekregen? Voor Frank, je weet dat ik van Jager houd, maar ik moet even iets afvinken. Huh? De Playboys gaan naar jou. Dank u. Dan heb ik nog een verzameling natte moessons. Die gaan naar cameraman Rudy. Je hoort die. Rudy. Dan heb ik nog natuurlijk mijn camouflagepak als inspecteur-generaal de Kruismacht. Dat is het voor Jeffrey. Oh. Ja, dat is het voor. Voor het heer Jan. Jan, mijn LP's vuur in zijn jukebox. Oh, dat is wel, ja, dat moet allemaal kunnen gaan tegenwoordig. Huh? En dan heb ik natuurlijk een klein probleem met al mijn pijpen. Huh? De pijpen van mij is natuurlijk een heel. Wat heb ik niet in de. Oei, bijna! Je moet daar niet echt gekker worden. Dat die, er zit zit Prins Bernhard in één keer hier en dan. God, Johan! Ja, sorry. Hij is er weer. Sorry dat ik een beetje flauw ben, maar over een. Zit maar goed, ik ben met de kapper geweest. Ja, jij wel. Ja. 27 maart ben ik aan de beurt. Waarvoor? Ja, voor die kapper. Wat wil die doen dan? Wat wil ik afgeven voor de dag? Secretaresse. Even bij me komen. Rode schoen, even Jan. Ja. Je hebt ook van nagedacht. Ja, ik voor een keer. Ja, we hebben heel veel kijkers. Oh, ja, we hebben zelfs kijkers van Facebook. De heer T. Witter heeft ook nog. T. wie? T. Witter. T. Witter. Ja, dat is ook zo'n Amerikaanse dingetje. Er mag wel alles op gillen, zeggen allemaal. Oh, ja. Die! Okay, ja. En we hebben een plek om het bij je schoenen aan te passen. Ik moet zeggen, in 1970, hè, 9 september, hè. Carlos, pak hem mee. Ken je die? Pas je mee? Okay. Estudiantes de La Plata. Vies vuil teringtuig was dat. Huh? Maar, als jij dit openmaakt, dit is de uitzending van het jaar. Welke camera? Ik ga gewoon zien. Maar het is je gewoon gegund. Deze. Ik ben heel benieuwd wat hierin zit. Ja. Hij begint wel een wachttaal. Nee, dat is geen wachttaal. Nou, toch weer iets. Kijk hier net toch. En wat is dat? Volgens mij is het een bril, maar... Ja, nee. Maar ooit had je dat brilletje van Van Dalen. Van jouw goeie genade! Oh. Nee, maar ooit had je dat brilletje van Van Dalen. Estudiantes, Feyenoord met 1-0. En toen ging je op zo'n brilletje staan. En dat hoeft niet meer tegenwoordig. Hey. Is de klitsjesteen. Ja, maar is dat wat? Dit is grond. Oh. Klik-klak. Ja. Hey, dat is handig. Ja. Hé, hey, Jan. Ik zie je wel, ik zie je wel niet. Godverdomme. Maar over, zie je die glazen nou beter of niet? Het is wel... Wel leeg hier, maar goh, ik word een beetje bonauw dronken en ik heb me niks gehad, joh. Hé, maar weet je, hier kan je trouwens bij Jan... Het is verkiezingstijd, bij Jan kun je ook kiezen hier, hè? Kunnen we hier kiezen? Het is een soort kieslokaal. Doe mij maar een rookmietje dan. Ja, doe maar wat bier. Ja, dankjewel, maar grappig dit. Ja. Je denkt altijd dat je normaal iemand genomen of lullig, maar dat is gewoon niet waar. Nee, maar ik heb de schoentjes, kijk, ik heb ze aan, hè. Heb ik beloofd, hè. Oké, maar dat heb je goed gedaan. Maar ik ben benieuwd, wat krijg jij nou? Ik laat me gewoon verrassen. Ik ga niet kiezen. Hij heeft altijd perfecte... Ik ben nog niet naar de kapper geweest, dus ik heb vandaag langharig tuig. Ja! Ik ken het al, hè, langharig tuig. Hé, hey, maar je dat zo, is dat, ik kreeg vanmorgen langs,
Ja? Dat is een soort windmachine, maar is het dat een feunt of zo? Of ja, jongen, dus als ik morgen vroeg opsta, dan sta ik echt serieus, dan sta ik echt voor de spiegel. Als dit de spiegel, dan ga ik straks op de spiegel. En dan kijk ik naar mijn kop en dan van, god nee, hè, en dan ben ik er nu. En het staat alle kanten in te springen. Nee, het staat gewoon goed, man. Weet je, het staat te zeiken allemaal. Weet je, in die zin, elk voorlezen. Kijk, corona is niet. Ja, corona is natuurlijk niet echt geweldig, maar ik had er gewoon wat te goed, dat maakt het niet uit. Nee, ik vind het een probleem. Man, in de jaren 70 had ik ook zo'n klein haar, werd ook niet gezegd, hey, corona kom. Ja, dat kunnen we nou wel zien. Toen was het al lang, maar dan hadden we niks meer. Nou, zou je even lekker proosten? Wat heb je nou? Ja, echt langharig tuig. Nou, Ik ga eens even. Hier zit even de. Jan ook? Jan, proost. Proost. Hey, en dat het terras maar gauw open mogen, Jan, want pot verdikken nog. Hè? Dat zou mooi zijn, hè? Ja, zonnetje erbij. Oh. Je nou, de hele coronatijd, de mensen zijn toch helemaal aan doorslag. Ik ben zo boos geworden vorige week op een sportredactie. Ik zal de naam van de krant niet noemen. Jij wordt er nooit boos. Nou, nee. Daar stond bij dat Mr. Nak. Wie is dat, denk je? Voor mij wel. Ja. Ton Lokhoff. Ja. Wat stond er nou in de krant? Ton Lockdown gaat naar NAC. Nee, ik zei Ton Lokhoff. Wat mij betreft, een tikkie naar het zuiden, een tikkie naar beneden. Thijsje van de Molen. De wereld zal nog niet vergaan, zolang de liefde blijft bestaan. Ja, de liefde voor ons eigen NAC. Wat is het fijn om hier te leven, waar de mensen alles geven. En een avondje naar NAC. Over de andere regels, winkels. Ah, jongens, schat, ik wil er nog eens niet over hebben, weet je wel. Ja. Waarom er niet over hebben? Omdat ik er zo beleefd van ben. We leven in een, iedereen zit tegenwoordig zo, vrij land. Nee, dat is alleen maar een soort. Nee, maar. Nee. Ik ben naar de winkel geweest. Wel. Uitstekend. Ik ging voor mijn kleinzoon, ik ging kijken voor een paashaas. Ik had 10 minuten de tijd, het was 9,58. Komt de verkoopster naar me toe, zegt ze: kunt u het vinden? Ik zei: nee, ik vind het. Zeg, ik zei: kom voor de paas, ze zegt: nee, we proefkonijn. Toch wat? Ik heb de gat weer nergens. Nee, maar ik vind het eerlijk gezegd, ik vind het zo. Je krijgt bijna twee kampen: de anti-vax en de ik wil wel vax. En laat de mensen dat gewoon in hun waarde. Weet je, hoe kijk jij dat tegenaan? Ik kijk er allemaal niet tegenaan. God, ben geen gesprek te voeren. Nee, ik kan met mij wel juist al heel. Nee, maar luister. Er was wel een mooi programma, dat was bij Jien. Ja, daar veel te druk al op. Vaccin! Vaccin! Hey, geef hem een zakdoek, hij is verkouden. Weet je wel welk merk dat het is? Hoeveel werk? Nee, wat dit voor een merk is van je bril? Rainbow. Een bril Gates. Jezus Christus. Hij zit vol met dit soort bril Gates. Hé, hey, luister maar. Ja? Nou zat ik toevallig naar Jinek te kijken. Ja, ik word een beetje... Nee, dat mag ik zeggen, dat is gewoon persoonlijk. Ik word er een beetje brrr van. Als ik ze al zie, dan kreeg ik al kramp, spontaan. Maar dan zit daar Jinek en dan op een gegeven moment zit daar zijn vrouw. En die zit daar zo te vertellen. Ja, en de antivaxers, ik snap ook niet dat ze dat niet doen. Omdat er iets in zit wat ze misschien niet weten wat dat is. En potentieel ben je dan wel iemand die iemand anders dood maakt. Hoe dan? Ja, ja. Hey, en onze Bredanaar, hè? Applaus, en die zegt iets heel moois, hè? Welke? Hoe noemen ze nou? Dat is die cabaretier. Guido. Guido. Ja, ja, ja. En die zegt van, maar je bent toch gevaccineerd? En probeert die Jinek, die probeert dan weer iets. Ik kan het niet gewoon mijn mond aan krijgen. Maar iedereen zegt toch wel. Nee, maar kijk eens, die Jinek, die probeert het dan maar een beetje goed te moffelen. Maar dan zit ook jullie zeggen van ja, maar als je gevaccineerd bent, kan je het toch niet meer krijgen. En dan zie je dat die vrouw, ik zal het netjes houden, die er dan verteld heeft van dat ik dan iemand dood zou maken of iemand die niet gevaccineerd is. Die weet dan niet meer wat ze moet zeggen. Het is toch ook van de gekke, waarom moet ik me inlaten dan krijg ik die injectie? Dan ben ik ervoor beschermd. Nou, dat moet iedereen zelf weten, dat vind ik mooi. Ja. Maar als ik dan niet geïnjecteerd ben, dan maak ik haar dood. Met die injectie. Dat slaat ik nergens op, want ben ik nou gek? Nee.
ik zou zeggen, laat gaan. Ja, laat gaan, jongen. Hé, hey, maar even wat anders. Is dat ook in de politiek, hè? Voor degenen die het straks denken van, nou ja, het is... Voor de verkiezingen is er uit. Daar staat van de week, je weet, we zijn verhuisd. Op gedoe, helemaal aanpassen allemaal. Nee, ja, in de Haagse Beemden. Ja, niet weer in de Haagse Beemden, naar de Haagse Beemden. Heb ik zo'n heel grote schilderij. Wilde ik, ik heb zo'n klootzakken om dat ding op te hangen, Jan. Ja, ik ben technisch. Ik krijg het niet voor elkaar, joh. Dus zo'n op te hangen heb ik toch nog commentaar over gehad van Elma. Nou, hoezo? Jan! Je lijkt wel een lijst te duwen. Ja, dat is echt. Alles is los politiek. Maar hangt hij nou wel of niet? Nou, wat? Ja, nu. Ja, dat! Oh, ja. Alsjeblieft! Oh ja, nou, Johan! Daar heb je het over, hè? Regenboom, echt. Hangt hij naar rechts of naar links? Heb eens een keer over gehad? Rechts. Nee, je zei de vorige keer in het midden. Hoe is het nou? Ja, dat zei ik! Zei jij dat? Ja, zie je wel. Mijn boot werkt niet meer. Ik ben. Ja. Nou, die moet je er overal mee. Ik heb zelfs ook hier voor mijn voorhoofd had ik rimpels. Dus ik naar die winkels heb je het elders ook. Nee, dat wel gaan. Ja, laat gaan. Hey, maar weet je, ik was. Want je zegt niet reizen. Ja. Ik ben in Parijs geweest. Montmartre. Montmartre? Oh, schilderen. Oh, Montmartre. Ja. Oh, mooi man. La Bohème. La Bohème. Ken dat? Ja, de jongen. Charles Aznavour. La Bohème. La Bohème. Ça voulait dire. On est heureux. La Bohème. La Bohème. Nous ne mangeons. Café voisin, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que misé. Hey, maar je hebt het al over die spuit, hè? Ja. Oké. Iedereen in dit land. Oké, er is corona, prima. Klaar. Dus is er nou griep, ja of nee? Nee! Wat doe je dan met al die griepspuiten? Balwatergebied? Die allemaal in de prullenbak misschien? Ik heb geen idee wat ze ermee doen. Hot cold rex. Dat kan ook. Nee, ook niet meer. Nee, paracetamol. Of niet meer. Nee, allemaal. Dus. Ik, maar of het, als ik daar even in mag haken. Wat ik dan wel weer heb gelezen, en dat vond ik maar heel grappig. De griep is nul. Hè? Dit is gewoon niet verdwenen. Maar nu wordt er toch verwacht vanuit het RIVM. Dat de griep volgend jaar in zijn totaliteit terugkomt. En de corona wegdrukt. Ja. Dan kunnen we weer helemaal gewoon leven natuurlijk, hè? Maar ja, weet je wie de meeste mee zitten? Ik heb toen mijn opleiding gehad, ook in Apeldoorn, hè? Ja. Ik heb ons contact met die mensen. De Apeldoorn. Ja, nee, die Apeldoorn, die moesten de eigen verzamelen bij De Naald. Is dat wat? De Naald. Ja. Die staan in Apeldoorn. Dat is een heel groot, denk ik, dat heet De Naald. Ja, dat weet ik. Er stonden honderden mensen vorige week bij elkaar voor om een ding... De naald erin te krijgen, maar dat bleek helemaal niet zo te zijn, joh. Dus wat die mainstream media af en toe schrijft, ja, ik weet het niet. Nee. Het is niet zo meer dat je het alles vertrouwt waar ik zie van, nou, dat klopt dan, hè? Ja, maar dat is hetzelfde met ons programma, hè. Maar ik kom mensen tegen die vertrouwen ons helemaal. Echt. Het is heel apart. Ja. Nee. Vertrouwen ze serieus? Maar sowieso. Nou. Ze vertrouwen, echt waar. Nou, je weet, het OMT, dat is tegenwoordig helemaal afgekort. Net zoals het leger, hè? Ja. We hebben OMT. Red Team, weet je ook wat het is? Ja, die drinken gewoon bier. Die adviseren ook consorten. Hoe zit het trouwens eigenlijk? Nou, je hebt het OMT, daar zit dus de app in, die altijd aan de wijn zit. Oh, die hit ook, die. Dan heb je... Oosthuis. Ja, daar lijkt ook niet op Koopmans dat haar ook. Hé hey, jongen, pas wat ik het zeggen nou, hè? Nee, je wilt het. Nee, het zit toch ja, goed. Nee, ja, het is goed met jou, hè? Hey maar hoe heet dat? Wat dan? Het OMT? Ja, het OMT. Je hebt het Red Team, dat is voor bedrijven. Ja. Nou, dit loopt vorige week, geloof ik, diezelfde drie vrouwen van de vorige uitzending, hè? Ja. Die kwam ik weer tegen de Haagse Beemden. Ik weet niet wat er dan bij mij in de hand is. Dus ik had die rode schoentjes aan. Ja. Toen hoorde ik tegen die ene vrouw, tegen die andere zeggen van... Die man, die ken ik. Die is van het Red Team. Hé, hey, maar dat hele gebeuren met de OMT, hè? Eigenlijk, als we het puur zien, hè, dan hebben zij de macht. Zij zeggen van, ja. Hey, Blinsom,
Ja. Dan zegt Rutte, ja, het is rechtsom zeer gevaarlijk. Dus we moeten nu allemaal linksom. Maar Jan heeft hier ook de macht. Oh. Jan? Ja, nee. Zonder Jan kom jij hier niet binnen, hè? Oh, ik heb ook moeten bellen. Ik heb ook aangestaan bellen, hè? Laat ik wel uit. Jan, ja? Jan die zegt ook altijd, ik ben heel open. Nou, zijn deur is dicht, hoor, vanmorgen. Ja, nee, ja, ik zeg gewoon, je moet ook eens eerlijk zijn. Dat is verplicht nou, hè. Dan moet wel op één zijn. Ja. Nee, ja, ja. Ben je het echt ook? Ja. Oké. Ja, natuurlijk. Corona. Ja, jongens, alles voor de corona. Alles voor de corona. Ja, ik, nogmaals, we kunnen nog heel erg over 5 en 6. Maar weet je wat het is, jongens? Het wordt straks wel wat mooier weer, hè. En dan ben ik benieuwd hoe het gaat met die terrassen. Zou het een beetje mooi weer? Of leg je de kleedjes weg, hè? Dan gaan ze de tas op, leggen zo'n kleedjes weg. Ik, ja, op de markt. Het was best gezellig. Hadden ze overal groene kleedjes neergelegd. En dat was hartstikke gezellig. Totdat die gasten kwamen. Maar de zon die scheen, hè? De zon? Ja, oh ja, het was fris, hoor. Het was ook zo. Het was fris. Maar ik vond het toch wel een mooi om te zien. Dat toch wel druk bezocht werd. Toch wel, Arnick. Ja. Ja. En ben jij niet geweest? Nee, ik was met iemand haring uit ergens. Haring? Ik ken nooit haring. Maar ik denk, laat ik het ook eens gaan doen. Lekker man, uitje erbij. Hoe eet je haring? Ja, hoe doe je dat? Hoe eet jij die? Nou, gewoon even een bakje en dan En nou, van een Rotterdammer zou ik daar verwachten dat je... Nee joh. Nou, ik ben toch in Rotterdam of Joostrong? Eigenlijk kom ik uit, ook je ziet, kom ik uit Prins Utrecht. En wou je ook hier, ja. Godverdikke. Oh. Ja, dan denk ik, is het toch iets anders. Hé, hey, waar gaat het morgen trouwens? Want het is nu zaterdag de 12e, zeg ik dat goed? Het 12e, ja. Morgen de 13e. Hé, hey. Wat? Hey. Jan, wat luistert. Kijk eens. Dat is de AIVD. Ja, wat voor dingen, maar het is echt niet te geloven hier, hè? De AIVD zit niet. Oké, joh, dus het is dus wel zo. Al jaren zo. Maar het gerucht ging dat er in Breda... De hele tijd vol met microfoons hier. Ja? Oké. Godverdikke nog. Nou, dan gaan we even een nootje voor... Ja, ik zal maar nooit een pakken als ik jou was. Je weet wat, een rood nootje dat je aanraakt, moet ook opeten, hè? Want die is nou besmet. Ja. Ja. Besmette pinda. Ja, besmette pinda gewoon. Ja. Dat jij het druk maakt om klimaat of zo, of naar andere oren. Ja, ik maak me heel erg druk om het klimaat, want ik vind het te koud buiten. Ja, klimaat wordt automatisch beter. We gaan al richting zomer, dus dan wordt het sowieso warm. Weet je wat ik belachelijk vind? Mars is die geland, hè? Hoe ja? Dat kutkarretje. Heb je dat gezien? Nee, maar wat blijkt nou? Die zitten in Londen. Er stond nog aan de andere kant van Mars, dat is ook zo'n karretje. Die zitten dan in hun appartement om thuis te doen. Die zitten met zo'n joystick. Zitten ze een karretje even weer te rijden. Nou lees ik van de week dat het karretje, deze is de hele dag bezig, die is 4,5 meter vooruit. Ja, en dan gaan we niet zeggen dat het niet waar is. Ja, dat klopt. 2,5 meter achteruit. Ja. En dan komt hij op COVID-afstand 1,50 meter. Voilà, met remspoor en al. Dat klopt wel bij jezelf. Ja, alleen die gozer die dat die samen zit te doen, dat gaat in het Engels, hè? De conversatie is al. Hello, it's yours. Dat zo hoor je dat hoor. Dat is dan de NASA. Die staat uit je neus. Oh, de NASA. Nou, en op een gegeven moment zegt die ene tegen die andere van. Maar zat daar vast als laat. De Engels laat dit. Ja, zegt die ene tegen die andere. Hey, motherfucker. Let's do you go forwards met het andere karretje, weet je die je tegen die andere zei? Why nuts? Why nuts? Motherfucker, nou jongen, laat gaan, jongen. Heel erg. Nou, wat het best gaat, joh. Jammer, maar even. Jan, dan krijgen we een telefoon, dan krijgen we een sms'je. Dat is echt, ik weet niet, het leek of het tegen een plant of zo. Goedemorgen, hier het ABP. Het militair pensioen gaat door, ook ondanks het avondklok zijn. Is dat het? Wat is dat nou, joh? Het ABP. Ja, moet het? U bent nog steeds in het leger. You are in the army now! Status quo! Je hebt langharig tuig, God, dat is.
is echt lekker. Ik heb een baas, hè? Ik heb een baas. Wij maken keukens. Ik werk in Gorinchem. En... Maar jij maakt ze niet dicht, hè? Voor de kijkers staan, jij wel reclame maken. Jullie maken geen, de keukens niet dicht, hè? Dus we zijn gespecialiseerd in open keukens. Ja, open keukens. Waarom heb je nou een open keuken? Ik wil er een deur in. Ik heb je vorige keer gebeld. Helma zegt, ik wil een dichte keuken. En bel ik, ja, Frank die zit er helemaal in, die doet dit. En dan zeg je, ik doe een open keukens. Daarom heb ik het gewoon bij een ander besteld. Ja. Ja, een bedrijf uit Helmond. Ik zou toch willen dat Michael terug zou komen? Ja, zou dat? Dat zou maar zijn, als iemand terugkomt. Ja, joh. Maar ja. Met Adriaan zeg? Ja! Ja. Ik snap die vent best wel hoor. Maar dat jij weggaat en dat Michael... Ja, nou... Ja. Hoe moeten we dat nou doen? Maar we hebben twee camera's. Ja, maar als je over nadenkt, over open keuken, ik zeg, ik probeer te vertellen dat ik iedere vrijdag met mijn baas en met de rest van het kantoor altijd een biertje drink. Oké. Okay. Dat probeer ik te vertellen. Ja, maar dat mag hier helemaal niet. Oké. Dan zit ik in een allemaal vervelend. Maar je hier toch ook? Ja, echt. Regie. Weet je wat ik op mijn auto heb? Kut! Ja, precies, ja. Gewoon kut. Ja. Doe nou eens normaal, man. Ja. Ik heb trouwens een top ding op mijn kabel heb ik breed aan muur laten zetten. Hey. Ja, maar s'nachts rijd ik door, dan heb ik zo'n lichtkrant aan. Breed aan muur, laat gaan. En dat toen, is het dus, laat zoeken? Ja, jollig, hij zegt hij. De beste politie van Breda. De volgende keer, als u een wagen ziet rijden met laat gaan, deze man is staatsgevaarlijk. Ik wil u oproepen om ervoor te zorgen, oh, valt dan hier, dat wil ik als schiet al. Staatsgevaarlijk, dus alstublieft, doe iets met die gast, want die moet je niet op straat laten. Zelfs niet met een hond. Nee, speciaal niet met een hond. Echt serieus. Nou, als u weer maar een beetje laag bij de grond, weet ik hoe het komt. Mijn geluid is eruit gevallen. Dat komt door. Wacht eventjes, dan gaan we eventjes... Tam hout. Er komt een technische man, die komt er nu aan. En die gaat, ik zal even voorstaan, dat we dat niet zien. Hè. Doe ze televisie ook, hè. Dan gaan ze ervoor staan. En dan gaan ze een beetje lullen. Ja, dan vallen gewoon onderdelen uit zo'n achterste. Dus we gaan dan gewoon een beetje lullen. En dan kan Jeffrey gewoon alles gewoon doen wat hij moet doen. En als hij zegt van oké, dan kan ik weer weg hier. Oké, het is oké. Okay. Kijk, en dan hebben we niks aan de hand. Ja, trouwens... Ja. Kijk eens, witte schoentjes op aangepast. Is dat? Valt op? Er zit wel wat aanslag op, hoor, maar... Op de schoenen? Nee. Ja. Eén van de twee. Maar je zit er dus helemaal in, hè? Hey, maar je bent... Het is best wel mooi, hoor. Dat witte fluffelding. Ho. Slaffel. Wat ho? Dit is een... Dat is een duster, man. Die heb je gewoon uit de keuken getrokken bij... Dit is een anje waar roos op zit. Moet je maar eens ruiken. Alsjeblieft, moet dat nou echt? Ja, maar het is van helemaal geweest. Wat ruik jij? Parfum. Ja, eau de parfum. Eau de parfum? Ja. Oui, oui, bien sûr, hein. Oh, c'est en français, c'est en sorte français, c'est de Pierre de Parfum, hein, c'est en ligne de Johan, hein. Ja, Johan. Chanel. Ja, Chanel. Chanelke. Ja? Wat wil je zeggen? Nee, ik... Je slaat dicht in gezelschap. Ja, in gezelschap, als ik met jou praat, dan sta je mezelf dicht, want ik snap niet, de kijkers ons kijken. Maar waarom, even wat, dus er moet iemand weer bijkomen? Nou, iemand bijkomen, ik zit wel eens aan te denken, van, denk, als ik daar zo dat ouwe met jou krijg, denk ik van, nou snap ik waarom de Michael hier niet zit. Ja. Ja, serieus, ik denk, ik laat hem maar een keertje terugkomen. Dan kunnen we het ergens over babbelen. Zal hij dat durven? Jawel, en trouwens, er zal waarschijnlijk artiesten zal ook wel komen, denk ik, zal niet? Wie, welke? Nou ja, diegene die de aftitelingen lagaan doet. Erwin Akkermans. Oh, Erwin Akkermans. Ja, die doet lagaan. Oh, laat maar gaan. Die? Ja, maar dat... Hé, dat zal mooi zijn. Waar woont die vent eigenlijk? Dat weet ik niet. Ik wil dat mooi nog bij de regie zijn. Wat zeg je nou? De regie. Oh, regie. Ik dacht dat jij er bitter uitkwam, jongen. Hé, maar stem je nou met een rood potlood, een blauw potlood of geen potlood? Met mijn eigen potlood. Dat kwam van de week liep er iemand langs. Ik denk, ja, die ook van die briefjes daar mooi. Voor mij was de potloodventer hoor. Dat ging als niet anders.
liep zich ook al druk te maken dat je dat aan moest stippen. Hij was rood aangelopen. Ja, was een beetje rood aangelopen ermee. Ja, geluister, ik zal ook rood aanlopen. Als ik hem na een keer bus draai, dan loop je zelf rood aan, jongen. Ja? Ja. Maar je krijgt het wel mee naar huis, hè. Als je gestemd hebt, krijg je gratis een potlood. Ja, dat is ook weer fijn, ja. Ja, dat is ook weer... Ja, dat vind ik dan wel heel mooi. Dat ze al die jaren van de woning aan hebben. Ah, hier heb je een mooie polo mee. Snoepje van Wink. Ja. En dan, u hebt gekozen, of ziet hij, dat kan me voorstellen, toch? Ja, nou ja, dat maakt me niet uit. Ik vind het allemaal prima. Maar ga jij stemmen? Ik ga niet vragen waarop, maar ik zeg, ga jij stemmen? Nou, ik weet het niet. Ik was zelf met hem, was ik van week bij ons thuis aan het barretje. Dus op een gegeven moment, ik weet ook al gezegd, we hebben al twee zetels. En dat maakt zo. En ja. Ja, nee, maar voor de mensen thuis die nou in de coronatijd in een zwart gat zitten, ik heb de oplossing. Koop een wit bankstel. Vertel! Ja, dat was hem wel. Was hem net? Dat was, nee, dat was de oplossing. Je weet, wij hebben een heel zwart, chic, zwart bankstel. Ja. Ja? Dat weet ik. Ja, niet maar Jan, de boeverie, helaas leeft niet meer, maar Jan was natuurlijk van de witte. Ja. En op een gegeven moment, ik zit er een beetje doorheen, weet je, zwart. Ja, dus dat godverdomme, je zit er helemaal niet doorheen, jongen. Wat is nou eigenlijk het probleem? Ik zei, nou, ik denk een andere bank. We hebben een witte bank genomen, zwart gat weg. Ja, echt, echt. Als je dan in de witte banken zit, dan zitten we met een zwart gat in die bank. Ja, nou, en we hebben nou twee zetels, dus het zal er nog om hangen wat we gaan doen. Hé, met wie gaat het woord trouwens, denk je? Wie komt er het hoogste uit? Wat wel heel op gespeculeerd natuurlijk, maar ik vraag me daar af. Dat is een beetje spannend volgens mij. Als het eerlijk gebeurt, beste kijkers, ik zeg het je nog een keer, als het eerlijk gebeurt, en dan wordt niet gesjoemeld. Ja. Ik trouwens, nou, als ik ga stemmen, maak ik wel een selfie. Of nee, ik ga geen selfie, maar een kopie. Ja, je ziet waar je gestemd hebt. Trouwens, het toppunt van irritatie 2021 is dat mensen die gevaccineerd worden, prima, al hebben ze corona, geen selfie meer nemen. Niet meer doen. Dat deed ik ook niet meer met mijn griepspuit. Dus dat is onzin. Ik neem hier nou geen selfie van. Ja, je gaat het zelf weten. Maar goed. Hey, maar het wordt wel mooi weer, hè, als we gaan stemmen, denk ik. Zeg je? Ja, daar hoop ik. Het is, even kijken, we leven nu in zaterdag. Het is dinsdag, hè? Nou, als die zon hoog aan de hemel staat, vind ik alles prima. Och, André van Duin. Als hij hoog aan de hemel staat... Nee, dat doen we niet goed, jongens. Stop maar even. Dat was de afsluiting met muziek erbij. Oh, maar, het positief is... Er komt iets positiefs aan. Ja, sowieso. Als ik nu al naar buiten ga, smorgens vroeg als ik van het werk hoor ik... En dan voel ik het al, en dan ruik ik het al, heeft het net geregend, en ik ruik dan het voorjaar. Ik voel dan, dat was de buitenkant, is het er best fris. Ja, ja. En dan voel je dat het mooi weer begint te worden. En met mooi weer krijg je positiviteit. Met mooi weer gaan we daar toch weer de terrassen op. Met mooi weer gaan we straks die weer na 9 uur even toch naar buiten. Ja. Met of zonder hond, of met of zonder vrouw. En dan denk ik aan één iemand. Ik zou ook niet. Jan, kun je mij helpen? Jij hebt voor mij een muziekkaart aan, als het goed is. Als de zon schijnt. Ja? Oké. Dat is een drop. Nou, dan ga ik Jan er nou opzetten. En dan wens ik iedereen thuis heel veel geluk, heel veel liefde. En denk eraan, positiviteit komt eraan, ja, Johan. Ja, alleen je. Hé, daar is hij. Nou, dat aan de hemel staat. Is het net als alles beter gaat? Nou, het is het weer zijn als de zon schijnt. Dames en heren, blij dat u laat gaan. Maak er iets moois van. En eet dan de volgende keer op het terras. Ja, en proost. La 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 la. Ja la 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 la. Oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt. En de allergrootste pessimist wordt meteen een grote humorist. Laat het gaan, laat het gaan, laat het gaan. Weet niet zonder, maar lach tegen het leven. Want voor jou schijnt ook de zon achter die brede horizon. Laat het gaan. Laat het gaan, ja, laat het gaan. Oh! Ik zeg niet dat je lachen moet.
maar je moest eens weten wat het met je doet. Loop met opgeheven hoofd als je plan nu is getoond. Want echt, het komt allemaal.